Yes mensen, welkom bij een nieuw magneetvisavontuur. En ik ben niet alleen, ik ben vandaag met nog een paar strijders. Oh, strijder hier. Met Fink. Al DMD, Tim Odi en zijn cameraman. Ja, ja. En al DMD ladies voor de Instagram account. We gaan beginnen. Kijk. Er wordt hier net een muntje gevonden en dat zit dan hierin geknoopt. En dat moet dan geluk brengen. Ja. 1 euro en 5 cent. Ja. Nou, grappig. Ja, toch? Kijk, nou heb ik er zelf ook eentje. Hier stoppen ze dus muntjes in. Zoals ik al zei. En dat gooien ze dan in het water voor geluk. Dat doen de Chinezen. Ze voelt ook aan als 2 muntjes. Nee, 3 zelfs. Even kijken welke het allemaal zijn. Ja, yes. Zo. Nou, dat is altijd wel leuk, hè? Kijk eens. Om te lachen. Lekker, man. Even een paar patroontjes. Even een paar patronen binnen. Zo. Wat voor een nationale patronendag vandaag, joh. Niet normaal, joh. Jezus. Kijk eens. Gek, joh. Kijk, shit komt uit het water hier, hè? Hier komen hele gekke dingen uit het water. Kijk, dit mes ook. En hier nog een airbag module. Airbag van een Volkswagen Audi. En nou gaan we voor die kluis. Helemaal van mijn buiten aanschouwen volgens mij. Ja, maar ik zei, mag ik je ook inwisselen? Ja, kijk eens joh. Zo. Ja, Fink. Paspoortje ook erbij. Dat is als je met ons mee gaat, hoor. Ja, ja. Ik zie het. Ja, het is Chinees, dat kan niet anders. Chinees hebben wel heel veel geld. Ja, ik zie de naam wel. Het is een Nederlandse vrouw. Gadverdamme. Ja. Paspoortje. Wauw, momenten. Lekker, man. Lekker. Dus wat moet element, of niet? Jij koopt het avondeten. Ja, dat gaat niet. Hij heeft net 3 euro eruit gehaald. Nou, laat me zitten verdienen met de met je op, hè. Ja, wie weet zit er een gouden munt tussen, hè. Oké, bij deze ben ik nu, ik zeg het alvast, als ik een volle kluis vind, ga ik hem delen met z'n allen. Zo dan. Gewoon een heel scooterframe. Ah. Kijk eens bij mus. Ja, ik? Meen je dat nou? Kijk. Goud, ja, goudpink, hey. Kijk eens. Goudpink, ja. Dan word ik gelijk wakker, hoor. Ja, man. Er staat een stempeltje wel in. Nou, dat is in ieder geval een gouden ketting. Ja, mooi. Als duur is het de magneetraad. Want ik kan wel gelijk, dan kan je gelijk ook eens testen. Nee. Kijk eens. Grappa. Dat is wat één. Ik heb gestopt met filmen, als alles eruit is, dan kan je niet zien.
Kijk eens, daar komt hij hoor. Tim Odi. Op zijn nieuwe fiets. Kom maar te helpen met een dikke kruis. Lekker. Kijk eens. Die is kik, hè? Ja, toch? Waar is je zadel dan? Ja. We hebben de zadel gesteund. Alweer een kluis? Ja, dat komt ervan. Zo, je ziet lekker onder jij. Ja, lekker hè? Ben je eens duiken? Dat is het risico van het vak. Dat is mijn camouflage. Ja. Zo, wat vinden jullie van mijn nieuwe bril? Heb iemand nog een doekie? Want ik zie zo weinig. Even procesverbaal opmaken hier. Nee, hier ligt een computer aan de zijkant. Ik heb wat is uw naam? U staat, dat is mijn naam. U staat niet in het systeem, zie ik. Ja, gelaat, gele kaart. Ja? Zo, moet je deze zien. Jeetje. Kijk dan, wat een mes joh. Deze is gek hoor. Hey. Bizar wat een ding. Zo. Kijk, dat had je nou niet moeten doen. Ja. Ik hou hartstikke veel van jou jongen. Wat een lieve jongen toch. Ja. Kijk eens. Prachtig. Nou, ik stop hem in mijn doosje. Kijk eens. Hier gebeurt het, hier is het aan. Het is aan hier. Hij weet ook. Kijk eens wat ik nog meer heb. Kijk eens. Een blik bier. Kettingslot. Hey, nog zo'n dingetje van de Chinees, of niet? Ja, zo'n Chinees, houden ze een euro in. Nee, niks. Moet je nou kijken. Een hele kapzaag. En de lachgaspatronen. Ja, kijkers, dat was weer een te gave avontuur. 8 kluizen aan de magneet gehad. Lachen, gieren, brillen ook met die gasten. Al DND en Timo D. Check ook even hun kanaal. Daar komt die gouden knaller nog even voorbij, die ketting. Heel ziek ook. En voor nu, vergeet op mijn kanaal even niet te abonneren. Belletje aan, blauw duimpje, laat een leuke reactie achter. En tot later!